Dit gaat niet goed. Goedemiddag jongens en dames en heren en iedereen die erbij zit. Leuk jullie kijken naar deze video. Ik ga vandaag jullie even terug herinneren, zeg maar, aan de 24 uur livestream die ik gedaan heb voor de KBF. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de donatie die ik gehad heb in de komende 24 uur dat ik live ben geweest. En ik wil met deze video wil ik jullie laten zien dat ik de opbrengsten stort naar de KBF. Wat eigenlijk persoonlijk overhandigen aan iemand van de KBF. Alleen dat is in verband met de coronatijd niet mogelijk. Jammer, maar waar. Er zijn heel veel e-mails heen en weer gegaan van ja, ik wil het graag doen voor mijn YouTube kanaal. Ze kunnen de mensen die gedoneerd hebben ook zien waar het geld echt heen gaat. Dat het niet in mijn portemonnee gaat, zeg maar. Ik heb wel wat gekregen van de KWF. Dat is een bedankcertificaat. Namens KWF heel erg bedankt voor de certificaat. Die ga ik hier zeker ophangen. Maar jongens, wat is die 24 uur lang? Mooi. Ik zal jullie even laten bewijzen. En ik hoop dat het in één keer goed gaat. Dat ik het geld wat ik heb opgehaald. U hebt snel zelf gezien wat ik op die bedankt stond. Dat ik het echt over ga maken. Naar KWF. Ik ga wel even switchen naar een scherp. Dit is mijn actiepagina, zeg maar. Die ik heb opgestart voor de 24 uur livestream. En zoals jullie hier zien. Heb ik 132 euro opgehaald. En die ga ik nou donatie inleveren. Want ik ga storten naar de KWF. Niet naar mezelf. Nou, dan kun je kiezen doneren aan een actie of een andere persoon. Blablabla, opbrengst van mijn actie inleveren. Aan KWF doneren. Klikken we erop. Nou, wat voor bedrag heb jij? Nou, 132 euro was dat. Hoppa, 132 euro. Mee eens? Goed zo. Volgende stap. Dit vul ik allemaal even in, maar dan knip ik wel straks wel even uit. Dit gaat niet goed. Ik ga wel even bellen. Even bellen, maar ik kom er niet uit. One hour later. Goedemiddag, u spreekt met Fabien van Kakkerbestrijding met Sani van Vemdebreven. Ja, goedemiddag met Frederik Mirbos. Hallo. Goedemiddag. Wat kan ik met deze voor u doen? Ik heb in december een actiepagina aangemaakt en ik heb daar wat geld op gehaald. Ja. Hoe moet je dat naar jullie storten of gaat dat automatisch al? Oh, de actie moet natuurlijk eerst afgelopen zijn. Ja, die is al afgelopen. Oké, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik u even moet doorverbinden hoe het daar verder in zijn werk gaat. Even kijken, actie afgelopen. En dan is het, of u vraagt eigenlijk of u zelf de bijdrage moet overmaken of wordt het automatisch gedaan. Ja. Zoiets toch? Ja. En ik spreek nu met de heer... Frederik Middelbos. Frederik Middelbos. Even kijken. Ja, is goed. Of ik kan doorverbinden met mijn collega die zich met acties bezighoudt. Een klein ogenblikje graag. Dank u wel. Is goed. A few moments later. Even kijken hoor. Mijn ene collega is er niet meer. Die is net weggegaan. Oh. Even kijken. Ik kan u op dit moment helaas niet doorverbinden. Mag ik wel een terugbelverzoek plaatsen? Dat ze u, weet niet of het vandaag toch lukt, en anders morgen even terugbellen? Ja, nee, is prima. Oké, meneer Middelbos. Ga ik vragen even u te informeren hierover. Bedankt voor het bellen, ook voor de actie, dat waarderen we enorm. Ja, wens ik verder nog een hele fijne voorzitter van deze dag toe, een avond. En tot de volgende keer. Bedankt voor het bellen. Is goed, oké, bedankt. Tot wel, meneer Middelbos. Goedemiddag. Doeg. Dag. Nou, zullen jullie gehoord hebben. Het is allemaal een beetje warrig. Een beetje warrig hoe het allemaal loopt. Nou, ik heb haar aangebeld. Ze gaan mij terugbellen of via de mail. Geen idee. Maar ja, dat houden jullie nog voor mij te goed. Ik zou zeggen, het is allemaal een beetje verwarrig. Maar dit jaar komt er sowieso weer een KWF-actie. En ook voor 24 uur. Misschien komt er binnenkort nog wel een actie, zeg maar. Voor een 12 uur livestream. Dit jaar nog. Maar, mits 200 hoeveel abonnees? 220 abonnees? Dan ga ik 12 uur livestream. Dus bij 220 abonnees komt er nog een 12 uur livestream aan. Vind je dat leuk? Abonneer dan gewoon even op dit kanaal. Het is gratis. Kom op. Gratis abonneren. Ik zou zeggen, jullie horen nog meer van mij. Hoe het allemaal afgelopen is. Ik zou zeggen, bedankt. En jullie horen van mij.